Beste ambachters, het lijkt er wel op of ons leven in een andere versnelling staat. Alles gaat langzamer, echt een periode van onthaasting. Veel dingen gaan niet door of ze gebeuren op een andere wijze. Gelukkig is dat ook zo wat betreft het aantal ziektegevallen. Dat neemt af wat betreft de coronacrisis. Ook in onze gemeente zijn er nodige mensen ziek en ook overleden. En ik wil ook op deze plaats mijn deelneming uitspreken, wat ik soms al persoonlijk heb gedaan, maar ook op deze wijze. Ook met de mensen die ziek zijn, heel veel sterkte en kracht toewensen om weer beter te worden. Heel veel om ons heen gaat gelukkig wel door wat werk betreft. Bij de gemeente, renovatie van de Kerkstraat. Ook hier in het gemeentehuis een nieuw plafond, want de mensen werken allemaal thuis. En gelukkig gaat dat door. En dan over dat thuiswerken. Heel veel mensen werken thuis. En dan ook tegelijkertijd nog de kinderen begeleiden die thuis les krijgen. En zeker in de wat kleinere woningen is dat een hele opgave. Ik heb daar veel respect voor dat u dit lukt. En ook veel sterkte daarbij. Maar er zijn meer mensen die helemaal thuis zijn. In isolatie. Eenzaam. Oud, omdat ze bij een risicogroep horen. Geen bezoek ontvangen. En dat is moeilijk. Heel moeilijk vaak. En ik roep u allen op om een beetje aandacht te besteden aan mensen die eenzaam zijn. Een kaartje, een telefoontje of soms te helpen. Dat is heel waardevol in deze periode. Verder weet ik dat veel mensen zich zorgen maken over hun baan, over hun financiën, over hun bedrijf. En dat is best lastig. Verdiep je in de mogelijkheden voor ondersteuning en maak er gebruik van. En deel het ook met collega's. Deel het met andere bedrijven. En wees transparant en zo kun je elkaar ook helpen wat dat betreft. En tenslotte wil ik ook heel veel respect uitspreken voor al degenen die in deze lastige dagen hulp verlenen in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, de thuiszorg. Dat is best zwaar. Daar heb ik heel veel respect voor. Heel veel sterkte jullie. Het gaat jullie allemaal goed. En beste ambachters, hou vol wat betreft het in acht nemen van de adviezen die we krijgen van de Rijksoverheid. En ik hoop met u dat we binnen niet al te lange tijd weer in een ander tijdperk komen van meer ruimte. Het gaat u allemaal goed.